Welkom bij het COVID-19 Journaal. We gaan vandaag op pad met de transportdienst van 178 om te kijken hoe de zorgverleners positieve patiënten ophalen en wel tot in de late uren. De werkwijze van ons is dus als iemand belt met een klacht, dan wordt de telefoon wordt opgenomen door een call agent. De klacht wordt helemaal uitgevraagd. Als er vragen zijn, medische vragen, worden dan direct gesteld aan de artsen die zich op de werkvloer bevinden. De case wordt dan aangemaakt in een database waarbij we alle cases van alle mensen bijhouden. We maken dan een lijstje, een soort swaplijst voor de zusters van de RGD-poli en die sturen we dan door naar hun. Zij maken dan op hun beurt contact op met de patiënt. Ze maken een afspraak dan met de patiënt, die laten ze dan komen naar de swapunits. Als de patiënt wordt gecontact, dan wordt hij geswapt op de poli. De resultaten vanuit de swapunits worden afgegeven bij het lab. En de resultaten van het lab worden direct weer doorgespeeld naar 178, dus BOG. En als we de resultaten binnenkrijgen, dan nemen we dan contact op met de patiënten via de artsen en de call agents. En dan worden de patiënten direct ingelicht over het labresultaat. En ze worden ook gezegd wat er verder met hun gaat gebeuren. Als ze worden opgenomen in het ziekenhuis, naar de isolatietent worden gebracht. Of als ze zichzelf gewoon in thuisquarantaine moeten zitten voor 10 dagen. We hebben dus de telefoontjes komen binnen via 178. Dus dat zijn de mensen die de klachten presenteren. Maar als de lablijsten binnenkomen met de resultaten, dan hebben we op de achtergrond ook een transportdienst. Waarbij we 1 ambulance hebben, 2 bussen. En dat is ook een heel team met zusters, ambulancechauffeurs en buschauffeurs die dan de mensen gaan ophalen aan huis en die ze dan brengen naar de opnamelocatie of de isolatiefaciliteit. Lieve Surinamers, je ziet het zelf, we zijn weer aan de slag, we gaan weer van start met de ophaal. Het is geen makkie voor ons en zie dat maart al zijn we bezig met dit ding en ik ga u eerlijk zeggen, onze lijf gaat eraan, conditie gaat eraan, zelfs gezondheid van ons gaat eraan, dus AUB. Houdt u aan de COVID-maatregelen alstublieft een beetje genoeg, zodat het ook wat lichter voor ons wordt. Dat is zeer belangrijk, want als wij eraan gaan, wie gaat er nou voor jullie zijn? Dus alsjeblieft, kan hij ook zo, hou je aan de COVID-maatregelen, hou je anderhalve fysieke afstand, je handen altijd ontsmetten. Dat vooral. Ja, dat is hem. We zijn hier om een patiënt van Residence Inn over te plaatsen naar een ziekenhuis. Dus dat doet de transportdienst ook. Als een patiënt in het Residence Inn een isolatieruimte is en de patiënt verslechtert, dan moet de patiënt overgebracht worden naar het ziekenhuis. En dus daarom zijn we nu hier om de patiënt op te halen en af te voeren naar het ziekenhuis. Het gaat meer om ophalen van positieve patiënten. Hè?
En je kan van alles verwachten. Maar, dus vandaar dat de politie erbij moet zijn. Dat er alles ordelijk verloopt. Vanaf de start tot het overbrengen van die patiënten bij het ziekenhuis of in de tent. We maken van alles mee, elke dag hoor. Ja, dat patiënten soms verzetten om hier te gaan. Ondanks dat ze al gebeld zijn geworden door een SUVAG. Want ze worden eerst gebeld dat ze worden opgehaald. En toch willen ze weigeren of missen om hier te gaan. En soms wachten ze, soms zijn ze ready. Het is begonnen toen een patiënt achter een verpleegkundige aan het trainen was met de houwer. Dus heeft de volgende gevraagd aan de... Ik vraag niks onder leiding van commissaris van politie, meneer Sjangoerer, van DUKPS. Dat staat onder leiding, dat staat voor directe operaties. En zodoende ben ik gekomen vanaf dag 1, dat is vanaf 13 maart 2020. Dus toen COVID pas in de Suriname is gekomen. Sinds toen maak ik alles mee. Tot heden. Houdt u zich aan de regels, mondkap, handen afsmetten, social distance en... Als je niet op straat moet komen, blijf thuis. Dat is heel belangrijk. Blijf thuis. Want de ziekte is hier zeer gevaarlijk. Nou, dingen die er gebeuren nu is het tijd te weinig om alles te vertellen wat er allemaal gebeurt. Wat we allemaal meemaken wanneer we mensen moeten ophalen. Dus soms krijg je het gevoel alsof je opstaat 's morgens en de mensen wil lastigvallen. Dus dat gevoel krijgen we. Terwijl dat niet is. Maar de manier hoe bepaalde mensen zich misdragen wanneer we ze komen halen, dan is het een beetje vervelend. Dit doen we elke dag, ja. Soms doen we het 's morgens en 's avonds. Het hangt er vanaf hoeveel mensen opgehaald moeten worden. Dus als we op een adres komen, dan stappen we uit, we praten met de patiënt. Zorgen ervoor dat de patiënt gewillig is om mee te komen. En dan halen we de verpleegkundige erbij. Zij begeleiden dan naar de bus en zij gaan dan de vitale functies van de patiënt gaan ze opnemen. Dus temperatuur, saturatie, noem maar op. En dat gaan ze dan door appen in de appgroep. En de verantwoordelijke arts gaat dan reageren om te bepalen wat er precies met zo'n patiënt moet gebeuren. Dat is de Kwarasan. Die bus kon niet komen. Moesten we even lopen bij de ambulance naar achterop. En de patiënt is alleen nu in de bus. Er is een boom daar. Maar die tak is een beetje laag waardoor die bus niet kon komen. Ja, dat waarover de minister heeft gesproken, dat de verspreiding nu plaatsvindt op de werkvloer. De patiënt die we zo net hebben opgehaald, die heeft dat toegegeven dat hij besmet is geraakt op de werkvloer. Dus dat zie je dat de informatie die wordt doorgespeeld aan de samenleving rust op de waarheid. Thank you.
Zo, de vitale functies zijn zo'n beetje afwijkend. En in overleg met andere collega's natuurlijk hebben we dan, ik ben eigenlijk een verpleegkundige, dus communiceren we terug met de artsen. En omdat die patiënt een afwijkend ademhaling heeft en nog andere vitale functies, afwijkende vitale functies waren ze heeft, hebben we dan toch besloten om de kans niet te nemen om haar naar de isolatietent te brengen, maar om dan haar gelijk naar een ziekenhuis te brengen waar ze dan beter gemonitord wordt. En omdat ze ook natuurlijk dan afhankelijk is van zuurstof, dat is eigenlijk de reden waarom men heeft besloten om haar dan te verwijzen naar het ziekenhuis. We zijn nu te PCS, Letitia Vriesdestraat. En we hebben een melding gehad dat er ook twee positieve zijn die opgehaald moeten worden daar. Dus we zijn gelijk naar hier gekomen om die mensen op te halen. De transportdienst is, ze werken samen, 178 en de transportdienst. Dus je kan zeggen het is ongeveer één hoor, maar alleen is die ene theorie en die andere is praktijk. De artsen van 178 zijn in nauw contact met de transportdienst via een WhatsApp groep. En moment een patiënt wordt opgehaald, dus die in de ambulance of in de bus stapt, worden de vitale functies opgestuurd in de groep. En er zijn 24/7 artsen op de achterwacht die dan reageren en aangeven wat er verder met zo'n patiënt moet gebeuren. Of hij zuurstof moet krijgen, waar hij naartoe moet. Dat gebeurt ter plekke zodra iemand instapt. We zijn nu in het Wanika ziekenhuis en zoals je ziet worden de mensen geregistreerd. En wanneer ze dat hebben gedaan, dan worden de mensen gebracht naar de tent of naar een van de units. De route hangt allemaal af van waar de mensen zijn, waar de straten zijn. En daar gaan we vanuit van oké, deze mensen moeten naar de ISO-tent van Wanika of deze mensen moeten naar het ziekenhuis of deze mensen moeten naar Residence Inn. Dus dan in de meeste gevallen pakken we de mensen van Residence Inn eerst, omdat er gevraagd wordt dat de mensen voor 9 uur overgedragen worden aan Residence Inn. Dus dan pakken we de mensen van Residence Inn. Als we klaar zijn, dan starten we met de mensen van het Wanika ziekenhuis. En natuurlijk, daartussen kan je een paar spoedgevallen krijgen. Dan handelen we die ook af. En we... In feite hadden we gepland dat we tot 11 uur 's avonds rijden. Maar soms proberen we toch nog die lijst af te maken. Want wanneer we starten, wanneer we al begonnen zijn met het rijden, dan krijgen we soms nog een lijstje bij. En dan proberen we die lijst dan helemaal af te ronden. Dit was het weer voor het COVID-19-journaal. Zoals je hebt gezien, hebben we de transportdienst 178 belicht en heeft u zo kunnen zien hoe het aan toe gaat om COVID-19 positieve patiënten op te halen. De zorgverleners hebben het heel erg moeilijk. Ze gaan tot in de late uren door om COVID-19 patiënten op te halen, om ze zo snel als mogelijk te isoleren, om de rest van de gemeenschap te beschermen. Mensen, let goed op jezelf. Houd u zich aan de maatregelen. Laten we de positieve verminderen. Om zo eigenlijk het COVID-virus te verslaan en natuurlijk een gezond Suriname te hebben. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!